Welkom allemaal, nog één keer ook voor de mensen op Zoom in Spui 25. Ik ben heel blij dat we hier live kunnen zijn bij dit programma met de naam Een Singulier Schrijverschap. Een programma over het oeuvre van Jeroen Brouwers. Naar aanleiding van het boek Eenzaamheid in Eindeloos Meervoud, dat ik natuurlijk heb meegebracht, maar hier heb laten liggen. Van Lodewijk Verduin, die daar zit. Ja. Toen Jeroen Brouwers in mei de Libris Literatuurprijs kreeg voor zijn laatste roman Cliënt E. Busken, toen zei hij tegen Nieuwsuur, het is mooi geweest. Hier is mijn oeuvre en je doet het er maar mee. Nou, dat heeft Lodewijk Verduin gedaan. Hij heeft het hele oeuvre van Jeroen Brouwers uitgebreid gelezen en bestudeerd en in dit mooie boek gegoten. En de ambitie van het boek is niet gering. Dat is namelijk het oeuvre van Brouwers te ontsluiten voor nieuwe lezers en de wording van een singulier schrijverschap te schetsen. Dus ik was eigenlijk benieuwd welke lezers we hier in de zaal hebben zitten. Wie beschouwt zich hier als een Brouwers-fan? Nou kijk, dat gaat alle goede kant op. Zijn er Brouwers-lezers? Incidenteel, misschien af en toe. Zijn er ook mensen die Brouwers curious zijn? Die benieuwd zijn naar het werk van Jeroen Brouwers, maar nog niet zo goed kennen. Je hoeft niet verlegen te zijn, want het is tenslotte voor nieuwe lezers bedoeld, dit boek. Nou, gelukkig, daar hebben we ook een aantal van. Dat is een hele mooie gemengde zaal. Nou, wat we gaan doen in dit programma duurt anderhalf uur. U zult vast vragen hebben. Dat kan, dat mag ook. Die mag u bewaren voor het einde. Aan het einde is daar gelegenheid voor. Dus spaar ze nog eventjes op. Voor dit programma zijn drie schrijvers gevraagd om zich te verhouden tot het werk van Jeroen Brouwers. Die gaan we straks horen, maar niet nadat we eerst Lodewijk Verduin zelf hebben gehoord over zijn boek en waarom hij dat eigenlijk is gaan schrijven. Lodewijk Verduin studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Essays en kritieken van zijn hand verschenen onder meer in De Groene Amsterdammer, De Gids, Hollands Maatblad, De Lage Landen en De Nederlandse Boekengids. En hij is redacteur van Tirade. Nou, nadat Lodewijk straks heeft gesproken, ik kondig gewoon vast iedereen aan, dan kunnen we daarna door. Gaan we zien, Desanne van Brederode. Zij studeerde filosofie en sinds haar romandebuut in 1994 schrijft ze fictieartikelen en essays over uiteenlopende levensbeschouwelijke onderwerpen en geeft ze regelmatig lezingen. In het voorjaar van 2021 verscheen bij Querido haar negende roman getiteld De Tas. Ellen Dekwits is dichter, theatermaker en columnist voor NRC Handelsblad en de Nieuws BV. Onlangs won ze met haar bundel Hogere Natuurkunde de Edu Perron-prijs. Dan Vincent Merjenberg, studeerde ook Nederlands, maar dan in Groningen. En hij werkte bij een uitgeverij in Amsterdam, zit hier niet nader genoemd. Zijn verhalen stonden in onder meer De Gids en De Revisor. En dit voorjaar verscheen zijn debuutroman De Grijzen. Die is genomineerd voor een bronzen uil. In die volgorde gaat u hen horen en allereerst Lodewijk Verduin. Dankjewel Lisanne en dankjewel ook Jetske Brouwer die dit programma heeft georganiseerd. Het is toch wel een eer om hier als bezoeker sinds mijn begin studententijd zelf een keertje te staan. Dus dankjewel dat jullie er allemaal zijn. De belangrijkste ontmoetingen in het leven laten zich terugblikkend meestal moeilijk reconstrueren. Ook als er bepaald geen onduidelijkheid over de wie-kwestie is, dan kan de waarom-vraag ons alsnog voor problemen stellen. Toen Montaigne zijn intense genegenheid voor Étienne de la Boétie probeerde te verklaren in zijn beroemde essay over de vriendschap, kwam hij wel beschouwd niet veel verder dan, citaat, omdat hij het was, omdat ik het was. Einde citaat. Wat mijn eigen beste vriend betreft, weet ik alleen dat we naar elkaar op zoek waren. Op een feest, ergens. Maar wat we elkaar toen zo dringend moesten vertellen. En ik weet nog goed waar en wanneer ik mijn geliefde voor het eerst sprak. Dat we het onder meer over Foucault hadden. Maar wie van ons de eerste zin kwam, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Wel weet ik nog precies hoe ik met het werk van Jeroen Brouwers in aanraking kwam. Alleen het moment waarop moet ik enigszins in het vage laten. Zoals veel van mijn generatiegenoten las ik in eerste instantie voornamelijk Engelstalige literatuur. Lezend voor mijn lijst ontwikkelde ik geen grote voorliefdes in de Nederlandse letteren, maar wel buitengaats. Ik werd wakker geschud door Jack Kerouac,
J.D. Salinger en Kurt Vonnegut, en vond via hen de weg naar James Joyce, Zadie Smith, Raymond Carver en David Foster Wallace. Pas toen een reeks revelaties me deed besluiten om Nederlands te gaan studeren, kreeg ik de aandrang om hier verandering in te brengen. Ik kon mijn eigen onderzoeksonderwerp en materiaal als schrijver immers niet verwaarlozen. Door systematischer te gaan lezen, wilde ik voor mezelf de moderne Nederlandstalige literatuur op een bepaalde manier in kaart brengen. Dus ik struinde antiquariaten, boekenmarkten en websites af, op zoek naar prijswinnende of veelbesproken boeken van weleer. En las vrijwel onophoudelijk om me een beeld te kunnen vormen van al die schrijvers die toen voor mij nog maar namen waren. Hella Haase, A.F.T.H. van der Heijden, Margriet de Moor, Willem Brakman, Hugo Claus, Lezanne van Brederode, Frida Vogels, Chris van Geel, Stefan Enter en zo verder. Op een van die expedities, we spreken ergens eind 2014, begin 2015, trok ik twee boeken van Jeroen Brouwers uit een boekenkast. Het Verzonkene en Bezonken Rood, respectievelijk uit 1979 en 1981. De eerste twee delen van het drieluik dat Brouwers later de Indië-romans zou dopen. Voor mijn gevoel werd ik vrijwel direct na het openslaan van die kleine zwarte paperback van Het Verzonkene door iets de tekst ingezogen. Het zullen de openingsregels zijn geweest, die ik hier in hun volledigheid citeer. Vuur nu. In de dichte grijsheid wordt opeens iets zichtbaar, een tafereel. Er doemt vuur op, er is een vuurgloed. Voor de gloed staat het silhouet van een gestalte die zijn beide armen opheft en ermee begint te zwaaien, langzaam, bezwerend. Ik moet stoppen. Met mijn rechtervoet schop ik de rempedaal tegen de bodem van de auto en ik heb geen tijd om gelijktijdig met mijn linkervoet de koppeling in te drukken. Er is geen geluid. Dit is een droom. In een droom klinkt geen geluid. En toch bezeert het schreeuwen van de banden mijn trommelvliezen. Dwars op de weg staande, op het nippertje niet omgekanteld, ten gevolge van de omzwaaiingen die hij heeft gemaakt, komt de auto waarin ik ben met afgeslagen motor tot stilstaan. De vuurgloed is nu rechts van mij. Daar staat, aan de horizon, een universum in brand. Het geflakker, waarvan de hitte mij aanraakt, vertoont alle ooit geziene, alle denkbare kleuren. Het bestaat uit vlammen zo hoog als kerktorens, die zich soms losmaken van het vuur en wapperend langs de lucht beginnen te zwerven. Wat me toen trof, was denk ik het onvergelijkbare eigen stemgeluid dat uit deze zinnen opklonk. Het gedragen, welluidende Nederlands, het krachtige, gedreven ritme, de repetitieve, obsederende, maar messcherpe stijl, waarin op indringende wijze heden, verleden en droombeelden werden vervlochten. Zoiets had ik nog nooit gehoord, realiseerde ik. En nu ik het gevonden had, wilde ik er bepaald naar blijven luisteren. Ik las dus door en bleef hem lezen. Kocht zo nu en dan een titel van Brouwers als ik ergens een mooi exemplaar tegenkwam. Veerde op wanneer ik zag dat er in de boekenbijlagen over zijn werk werd geschreven. Toen ik in februari 2020 Cliënt E. Busken las, was het opnieuw die koortsachtige taalstroom van de verteller die me aantrok. En ik raakte doordrongen van de noodzaak om met deze stem in gesprek te gaan. Ik schreef een woekerend essay over de roman voor Hollands Maanblad, dat gepubliceerd werd toen wereldwijd de pleuris begon uit te breken, maar bleef achter met het gevoel dat het hiermee nog niet klaar was, dat ik er nog meer over te zeggen had. Wat nog een essay of twee had kunnen worden, bleek in werkelijkheid een boek te zijn, dat ik vanmiddag met trots aan jullie voorstel. Jeroen Brouwers werd mijn lievelingsschrijver, omdat de klassieke uitersten in zijn klassieke literaire uitersten, in zijn werk worden verenigd. Aan de ene kant is alles bij Brouwers stijl, kunstigheid, constructie. Hij schrijft doorwrocht, intens proza, vol stormachtige lyriek en heeft zijn romans doorgecomponeerd tot gelaagde kunstwerken, waarin niets willekeurig is en meesterlijk wordt gespeeld met thema's en motieven. Het lezen van zijn romans gaf me een puur literaire sensatie die ik eerder bij Reven en Kellendonk had gevonden, onder meer, maar die nog eens werd verdiept door een ander aspect van zijn oeuvre. Vorm
is bij brouwers immers altijd vervlochten met hoogstpersoonlijke inhoud. Stijl is voor hem een middel om zo nauwkeurig mogelijk uiting te geven aan zijn eigen gedachtes, gevoelens en ervaringen. Vanaf zijn eerste prozawerken loopt er een duidelijke autobiografische lijn door zijn oeuvre. En romans als Zonsopgangen boven zee, Het verzonkene, Bezonken rood en De zondvloed zijn sterk introspectief van aard. In deze boeken neemt Brouwers zijn eigen psyche onder de loep. Analyseert hij zijn trauma's en complexen, beschrijft hij keer op keer zijn verleden om te achterhalen hoe hij is geworden zoals hij is. Autobiografisch-essayistisch noemde hij zijn eigen schrijfwijze in Het vliegenboek uit 1991. En naast gestileerd autobiografisch proza publiceerde hij dan ook een grote hoeveelheid essays en beschouwingen. Zijn monumentale letterkundige studie over zelfmoord in de Nederlandse letteren, De Laatste Deur, en zijn polemieken over de literaire wereld of de verhouding tussen Nederland en Vlaanderen zijn hiervan ongetwijfeld de bekendste voorbeelden. Maar ook zijn diepgravende stukken over het werk van schrijvers als Godfried Bomans, Helene Zwart, Jean Améry en Harry Mulisch zijn in mijn ogen van een zeldzaam hoog kaliber. Het essayistische werk wordt evenzeer als het proza getypeerd door een eigenzinnige stijl en zienswijze, maar vallen op door hun sterk analytische karakter. Vorm en inhoud, fictie en non-fictie, objectivering en autobiografie, het is allemaal in gelijke mate in Brouwers oeuvre vertegenwoordigd. Daarnaast trok de grote omvang van zijn gepubliceerde werken me aan. Niet alleen stelde dat me in staat om simpelweg veel van Brouwers te lezen, zonder te snel op herlezen over hoeven te gaan, maar het vormde voor mij ook een uitdaging op literatuurkritisch gebied. Zou ik erin kunnen slagen om tot een synthese van zo'n grote hoeveelheid materiaal te komen, om aan te wijzen waar het in dit schrijverschap werkelijk om gaat? Brouwers is geen gestructureerde autobiograaf die zijn leven chronologisch en ordentelijk bespreekt en van commentaar voorziet, maar een schrijver die door de dynamiek van het geheugen wordt aangezet om episodes uit het verleden in zijn teksten te verwerken. Sommige formatieve gebeurtenissen kwamen daardoor op een veel later moment aan het licht. De verschrikkingen van de Japanse interneringskampen beschreef Brouwers pas rond zijn 40ste. En hij moest 70 worden voordat hij met Het Hout een roman over zijn kostschooljaren kon schrijven. Andere herinneringen worden weer meerdere keren in fictie en in non-fictie en vaak binnen een zeer verschillende context opgeroepen. Daarbij komt dat Brouwers een schrijver is die zijn eigen artistieke ontwikkeling in essays, brieven en memoires van commentaar voorziet en soms zelfs zijn eigen boeken probeert te duiden. Zijn oeuvre is daarmee labyrinthisch van structuur. Ieder nieuw werk verwijst terug naar andere teksten, diept eerder geïntroduceerde thema's verder uit of vult de biografie van de schrijver verder in. Alles wat je leest kan al het voorgaande in een ander licht zetten. Toch begon ik gaandeweg lijnen in dit dichte netwerk van tekst te ontdekken. Allereerst lijken alle terugkerende oerscènes in dit oeuvre samen te hangen met de ervaring van onthechting of het afgesneden zijn van anderen. Zo is er de gewelddadige verbreking van de moederbinding in Bezonken rood, de ouderlijke veroordeling tot de kostschool in Zonsopgangen boven zee en De zondvloed, de zelfmoord van een geliefde in De Exelse testamenten en het verraad van het lichaam in Cliënt E. Busken. Het verbindende woord in deze is verlatenheid, een toestand die Brouwers zelf in Bittere bloemen omschreef als eenzaamheid in eindeloos meervoud. Vanuit die observatie probeerde ik via het werk de psychologie van de schepper erachter te duiden. Het resulteerde in een karakterschets en een analyse van het zwartgallige wereldbeeld dat in het oeuvre altijd samengaat met een hartstochtelijk verlangen naar ontferming en nabijheid. Daarnaast zag ik de formele ontwikkeling van het schrijverschap uiteenvallen in drie aparte periodes. Na een zoekende Vlaamse fase kwam Brouwers te Exel in de Nederlandse Achterhoek op stoom. Daar schreef hij de unieke autobiografische romans die zijn naam vestigde. Vanaf de eeuwwisseling publiceerde hij echter sterker verhalende, fictionele werken die nadrukkelijker in de klassieke romantraditie staan. En tenslotte deed ik een poging om te benoemen wat de stijl van Brouwers precies zo uniek en zo herkenbaar maakt.
Dit alles volgt, als het goed is, uit de chronologische oeuvrebespreking die mijn initiële essay uit 2020 uiteindelijk werd. En waarmee ik rekenschap heb willen geven van mijn persoonlijke fascinatie voor het werk van Jeroen Brouwers. Het is daarmee een eerbetoon, natuurlijk, maar allicht ook een pleitbezorging. Ik hoop in ieder geval dat ik hiermee een nieuwe generatie lezers zal weten te overtuigen om in de boeken van Jeroen Brouwers te duiken en zich dit singuliere oeuvre eigen te maken. Dank jullie wel. En in het licht daarvan ben ik natuurlijk heel blij dat ik nu het woord kan geven aan drie schrijvers die hopelijk precies dat zullen doen. Dank jullie wel. Middag. Oh, ik ben natuurlijk een stuk kleiner. Ik ben aan het krimpen alweer. Sinds enige tijd maak ik deel uit van een leesclub waarvan ik de leden nog nooit in het echt, dat wil zeggen fysiek, heb mogen ontmoeten. Klinkt spiritueel en zo bedoel ik het niet. Hoewel er ook leesclubs bestaan van gestorven en levende lezers die elkaar niet persoonlijk kennen. De leesclub waar ik het nu over heb bedient zich van het medium Zoom. Geen product van uitgeverij De Bezige Bij, want dan was het wel gespeld als Zoom met een E. En ook niet van een magazine voor hobbynaisters, zoals het in mijn jeugd populaire blad Knip. Dan had ik nu Zoom gezegd. Nee, deze leesclub is ontstaan in coronatijd, vandaar. We lezen Quintilianus over de opvoeding tot redenaar, vertaald in het Nederlands door Piet Gerbrandy. En dit doen we op initiatief van de filosoof Emmanuel Rutte, geen familie van Mark, want met een N op het einde, die zich opwerpt als leider van het gesprek en er met verve een hoorcollege van maakt. In de leesclub zit een jonge man die na afloop van weer zo'n sessie contact met me opnam en die ik nu 3 maal heb ontmoet. Laat ik hem Willem S. noemen, dat ligt het dichtst bij de waarheid. Willem S. is dichter bij een grote bank. En Willem S. bracht deze zomer in Florence door waar hij zich aan het schrijven wijdde. Met Willem praten is een enerverende bezigheid, want hij is, zoals meer van mijn jonge vrienden, dertigers, verdwaald in deze tijd en wereld. Godzijdank. Anderen zijn al ruimschoots binnen. Vonden hun carrière of roeping, een liefde waarover ze nu nog willen denken dat deze waar is. Ze werden vader, sporten geregeld, doen af en toe iets met yoga of mindfulness, lezen heus nog wel eens een boek, volgen cursussen of trainingen of geven die zelf. Gaan soms nog naar de kroeg en spreken daar om de paar zinnen de hoop uit dat ze volgend jaar weer eens met oude maten naar een festival kunnen, alleen al om het grondwater vol te pissen met coke en MDMA. Eindelijk. En anders zitten ze wel op één of meer dating sites, omdat ze in elk geval precies zo'n bestaan ambiëren als hun leeftijdsgenoten. Willem is daar te romantisch voor en daarom is hij zulk prettig gezelschap. Willem wil wat. Niet eens per se iets groots en meeslepends, maar iets dat voorkomt dat hij alle luiken één voor één dichtklapt, de thermostaat op zonne-energie een tandje hoger draait en met een baby op zijn arm maar weer een nieuwe Netflix-serie aanzet, terwijl zijn vrouw hem nog allerlei ecologische wijntjes inschenkt, lekker bij Midden-Oosterse vegan matches. Schat, voordat ik het vergeet, heb jij die petitie tegen bijensterfte die ik je vanmiddag appte nog ondertekend? Wel doen hoor. Irene is trouwens nu al gestopt met kolven. Die heeft ook niks over voor haar kinderen. Maar bij de lunch vertelde ze dat Erik er niet meer tegen kan, de zak. Die zit binnen een jaar bij de therapeut, denk je niet? Willem heeft niet expliciet gezegd dat hij zoiets niet wil. Maar ik weet inmiddels vrij aardig wat Willem wel wil. Die welt als Willem und Vorstellung. En daar maakt dit tafereeltje, huiselijkheid 2 of 3.0, nou niet bepaald onderdeel van uit. Sterker, hij kan niet eens autorijden zoals alle echte schrijvers. En de pogingen heeft hij daartoe opgegeven. En hij bedacht midden in ons laatste gesprek een geweldig beroep voor ons allebei. Provocatieve coaching. Gaan we gewoon alles eerlijk zeggen? Ha, hoezo de relatie uit het slop trekken? Wij denken dat jullie onmiddellijk moeten vechtscheiden. En weet je, Desan, dan hebben we ook nog het voordeel dat we cliënten bij een moeizame intake naar elkaar kunnen doorverwijzen.
uiteraard in overleg. Ik zag het voor me meteen, inclusief de kleur van de gordijnen, onze koffiemokken, de lamparmaturen en kappen, de bloemen in de vazen en de schilderijen achter onze bureaus. Ons ochtendelijke overleg, allebei nog natte haren, zijn tailor-made lichtblauwe zuidas overhemd met ontbrekend knoopje, woeste nacht gehad en ik hoorde hem iets zeggen over een croissantkruimel tussen mijn tanden of een vallende brillenkoker. God ja, we zouden een gouden duo zijn. Good cop, bad cop en daarin zo snel, zo elegant afwisselen dat het op een choreografie in taal zou gaan lijken. Perfect getimed. Wot ihr den totale Spieltrieb. Maar Willem, wij willen toch vooral schrijven, of vergis ik me nou? Daar hebben we het toch de hele tijd over. Dat we al dat andere niet meer willen, of in jouw geval nog niet willen. Omdat we heel vaak niet eens weten wat we willen, behalve lezen en schrijven. Willem knikte, weet ik. En toch weet ik ook dat we het zouden kunnen en dat we er goed in zouden zijn. Eindelijk oprecht. Het valt me alweer een aantal jaren op dat oprechtheid juist in meerduidigheid en ironie een schaars goed is geworden. En dat mensen die dit wel willen, literatuur en poëzie herontdekken. Niet ondanks, maar dankzij vorm en stijl. En dankzij verbeelding. Ik weet niet of ik serieus een provocatieve coach wil worden, hoewel het idee me aanspreekt. Het lijkt me mooi om de mensen in onze praktijk de opdracht mee te geven. Ga in vredesnaam niet meer na wat er vanaf je vroegste jeugd allemaal is gebeurd en misgegaan is, waardoor je nu zo bang bent om je baan, reputatie, gezin, liefde, vrienden, huis en pleziertjes te verliezen. Maar verzin in grote ernst, alsof je leven ervan afhangt, hoe het met jou zou zijn als je precies het tegenovergestelde had gedaan. Herschrijf je leven op grond van de keuzes die je niet hebt gemaakt of kunnen maken. Van kansen die je mismoedig, verdrietig hebt laten varen. Van conflicten die je angstvallig hebt vermeden. Van nooduitgangen die je nooit nam. Hoe aanlokkelijk dat groen verlichte woord exit ook was. Al dan niet vergezeld van een pictogram van een wegrennend mensje. Was je dan wel gelukkig geweest? Ik zou nog verder willen gaan. Wat als je geheime minnares opeens had ingezien dat het zo niet langer kon, thuis alles had opgebiecht en op een regenachtige dinsdagavond met haar koffers bij je op de stoep had gestaan om zich na een gloedvolle vrijpartij van uren bezig te gaan houden met gesprekken met een mediator, haar ouders, de kinderen en zich ondertussen mateloos te ergeren aan jouw gewoonte om pas af te wassen bij een overvol aanrecht en geen schone borden meer. Diezelfde minnares, die nu nog zo aantrekkelijk lijkt, kan je tot wanhoop drijven door los te gaan op een verkeerd merk tandpasta, op de manier waarop je de spaghetti afgiet, de planten water geeft. Ik bedoel maar, een rottig verleden is één ding, maar is die geïdealiseerde toekomst werkelijk de verlossing? Is geluk, en dat is een vraag die Brouwers eigenlijk voortdurend stelt, is dat een doel op zichzelf? Natuurlijk niet. Maar dat ik dat zo kan stellen is dus te danken aan Jeroen Brouwers, aan zijn werk. Dat de dingen mislukken is een feit en dat we butsen oplopen, gelittekend zijn ook. Maar ze kunnen beeldschoon, roerend, lieftallig, teder, geestig, sensueel, ranzig, fluweelzacht, snerpend, stinkend, snijdend, ijskoud en gloeiend warm en overweldigend, walgelijk, verstikkend en niettemin tot eerbied stemmend mislukken. Je kunt met vol bewustzijn, met een overstromende ziel, met een vulkanisch vurig, gepassioneerde, enthousiaste geest aanwezig zijn bij en in de mislukking, zonder masochistisch genot, zonder sadistische vrede, wraak en wrokgevoelens en daar verdomme taal uitslaan, zoals de vroegste mensen vonken en vuur uit stenen. Jammer dat ik 2 weken geleden de tegenwoordigheid van geest even niet had, maar ik had Willem willen zeggen, ga een paar weken Brouwers lezen en kom dan maar terug. Generatiegenoot Lodewijk Verduin lijkt me een zielsverwant van Willem, maar één die het werk van Brouwers al tot in alle kieren en krochten heeft verkend en daar zo mee slepend, soms misschien wat koket en overmoedig, gewag van heeft gemaakt.
Op zo'n manier dat je daar alleen maar meer, dat je daarna alleen maar meer Brouwers wilt lezen en herlezen. In al Brouwers werk, hoezeer die eenzaamheid daar ook is, is juist altijd die sensatie van nabijheid, fysieke nabijheid, haast intimiderend of, zoals dat tegenwoordig al zo snel wordt genoemd, grensoverschrijdend. Heerlijk. Brouwers kruipt niet alleen onder je kleren, maar onder je huid, tot in je vaten en venen, je zenuwen en zinnen, je nerven en nieren, de tikkende tijdbom in je hart. Geen Google Teams of Zoom bij nodig. Geen beeldscherm of stem, integendeel. Brouwers proza doet terugverlangen naar de tijd waarin schrijvers en beroepslezers elkaars werkwijze pagina's lang konden bewieroken of bevechten met wapens waarbij die van Sint Joris tegen de draak op buigzame siliconen speelgoedzwaardjes leken. Er stond nog iets op het spel. Iets? Alles. En dat mocht met alle middelen, tot aan de meest giftige, filijnen, venijnige, geile gein en bloedhete ongein worden verdedigd. Achteraf bezien een verloren gevecht tegen een vijand die nu pas in volle glorie de overwinning opeist in casu tegen laffe, zouteloze, behaagzieke, navelstaarderige paginavullerij die in het gunstigste geval aan talkshowtafels en in de glanzende, zogenaamd gratis zaterdagmagazines een soort adverteerderslibellen bij zogenaamde kwaliteitskranten in zogenaamd eerlijke diepte-interviews kan worden toegelaten. Licht. De schrijver moet sympathiek of markant overkomen, herkenbaar, moet meedoen in quizjes of andere BN'ers belegen, nitwits betekent dat, in een kapsalon ondervragen of mag als kroon op het oeuvre aanschuiven bij Twan Huis in een programma dat College Tour heet of College Tour, om daar grandioos te falen in het openbare mondeling examen vorm en stijl. Maar uitgerekend dit falen levert een brevet op van koddige aaibare, want o zo uitmiddelpuntige, scherpe, authentieke publiekslieveling. Voeg er een scheutje Korsakov aan toe en laat iemand zelf zeggen dat hij of zij, gaat het hier natuurlijk om, hè, ook wel stand-up comedian had willen worden en je weet, dit is helemaal geen schrijver, maar iemand die gewoon heel graag beroemd wilde worden, zelfs meende hier recht op te hebben en vakkundig mensen om zich heen koos die bereid waren dit ook te vinden. Helaas, geen schrijver die daar meer een polemiek over aangaat. Gelukkig hebben we stijlicoon Brouwers nog in ons midden. En een jonge Neerlandicus die dat eloquent van de daken schreeuwt. Ook al is er in het oorverdovende, aardslelijke gescheld op social media, van topic naar topic en met infantiele emoticons om ironie aan te geven, wordt daar misschien niet naar geluisterd. En ook al weigert Lodewijk waarschijnlijk zichzelf in de markt te zetten met YouTube, huisvlijt en deelname aan Expeditie Robinson of Wie is de Mol. Dan nog is deze reanimatie van de literaire vlam maar ten dele mislukt. Want er is een leesclub. Er is, hoe geestelijk, die er geestelijk is, maar zeker ook lichamelijk. De koortsige warmte spat er vanaf. Aanstekelijk, besmettelijker dan corona en de nieuwste varianten. Eindelijk weer eens een niet tot op het bot vertwijfelde existentieel vertwijfelde ziel, die zich om dan toch nog iets aan de wereld toe te voegen, bij het groeiende legertje amateur thuisbrouwers schaart, maar begrijpt waarom Nederland één auteur kent naar wie reeds voor diens geboorte grachten en havens werden vernoemd. Ik dank u wel. Dankjewel, Desanne, voor dit gloedvolle betoog. Het beeld van Lodewijk in Expeditie Robinson gaat mij niet meer loslaten vandaag, denk ik. Ellen Dekwits. Ja, dankjewel. Ja, jongens. Wat fijn dat we hier op een late dinsdagmiddag allemaal zitten om de letteren en bijzonder de Brouwers te bewieren ook. Dat vind ik toch bijzonder heerlijk. Wat fijn dat we het hierover kunnen hebben. En dank je wel, Lodewijk, om maar even een veer in je reet te steken voor het bijzonder doorwrochte overzichtswerk. Je hebt meer dan 10.000 pagina's ervoor gelezen. En nog steeds heb je levenslust. Ja,
Ja, ik zou ook hebben na 10.000 pagina's, Brouwers. Goed. Het was geen straf, maar ik kan me ook indenken dat je af en toe, als ik te veel Brouwers achter elkaar lees, word ik ook cynisch en moet ik om heel veel dingen lachen die eigenlijk helemaal niet lachwekkend zijn. Maar ja, dat heb ik met meer dingen, weet je. Net zoals zielige dieren en lelijke kinderen, daar kan ik ook erg stuk op gaan. Goed, jongens. Dank nogmaals, Lodewijk, voor dit boek. En ik ga de rest gewoon lekker vanaf papier doen. Wat ik leuk vind trouwens, is dat jij dit werk hebt gelezen, zoals Jeroen Brouwers andere werken leest en daarvan verslag doet. Het is even doorwrocht. Soms ben je zelfs een beetje filijn. Heerlijk. En ik herken hem bijzonder in een opmerking die je ergens in dit boek doet. Namelijk dat het oeuvre van Brouwers, hoe levensmoe zijn ideeën en vooral personages af en toe overkomen, toch een gigantische levensintensiteit bevat. En ik denk dat dat een van de redenen is dat ik nog steeds Brouwers lees. En toen ik zelf begon met Brouwers ontdekken, was hij echt een verademing naar alle suf gekookte gouden eieren en stenen bruidsbedden, waarmee mijn docent in Nederlands op de middelbare school zowel mijn levens als lees geluk mee om zeep probeerde te helpen. Brouwers romans vond ik echt een feest. Niet alleen vanwege de scherpe stijl, de metaforen, de typering, de intriges, maar ook omdat hij onderwerpen behandelde waarvan ik als tiener vreesde dat ik de enige was, zoals we als tieners altijd denken dat we de enige zijn, maar waarvan ik als dacht dat ik de enige was die de overpeinste. Bijvoorbeeld angst, verdriet, seks, zelfmoord, het koloniale verleden. En toen ik Brouwers essays begon te lezen, want het begon met mij echt met de essays van Brouwers, dacht ik de hele tijd van, oh, mag je het hier ook over hebben? Ik weet of iemand van jullie wel die herkenning heeft gehad bij het lezen van Brouwers, maar dat was echt een feest van toelating. En wat ik heel sterk aan zijn essays vond, is dat hij zich over taboes boog, waarbij hij in het voorwoord al zei dat het onderzoek ernaar eigenlijk zinloos was en vergeefs. Om het maar met zijn inleiding in de laatste deur te zeggen, het raadsel blijft het raadsel, blijft het raadsel. En dan alsnog proberen het raadsel op te lossen om te kijken wat tijdens die nodeloze strijd voor inzichten je te binnen schieten. Om al cirkelend toch de contouren van het onuitlegbare in kaart te kunnen brengen. En onlangs heeft iemand aan mij de muziek van John Coltrane gemansplained. En hij zei tegen mij dat bij Coltrane er talloze noten worden gespeeld die tegen één andere noot aanschurkt, die telkens niet wordt gespeeld, waardoor je die noot des te harder hoort. En hetzelfde doet Brouwers eigenlijk ook in zijn essays. Het is gewoon apenkooien voor de geest. En in zijn werk, zowel essay als roman, is hij op zoek naar sleutels, naar verklaringen. Waarom je bijvoorbeeld niet meer van iets of iemand kan houden, of juist wel wat het verleden je vertelt en wat jij vervolgens over dit verleden weer aan jezelf wijsmaakt. En ook wat de rol van het lichaam is in het leven van de mens. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog begon de mens steeds meer toch langs het lichaam heen te leven, met behulp van de medische wetenschap, anticonceptie, het bestaan van pijnstillers en de relatieve weelde in het Westen, hoefden aantallen mensen niet meer zo stil te staan bij de kwetsbaarheid en de eenzaamheid van het bewonen en bezitten van een lijf. En wat ik echt een verademing vond toen ik bijvoorbeeld voor het eerst Bezonken Rood las, was dat Brouwers daarvoor een ruime plek inruimt in zijn schrijven. Zoals bijvoorbeeld wanneer hij dan in een van die in de openingsscène, geloof ik, in Bezonken Rood, de hoofdpersoon een telefoontje heeft gehad waarin hij wordt verteld dat zijn moeder is overleden, en dan probeert hij met trillende handen kalmeringstabletten achterover te slaan, maar ze belanden in zijn schoot. Hij is trouwens half bloot en die tabletten blijven liggen in zijn schaamhaar. Zo'n sterk beeld. Maar ook het andere werk staat bol van die lichamelijkheid. Het hout opent met de mededeling dat de monnikspij toch een beetje kriebelt. En zijn laatste hit, Cliënt et Busque, draait natuurlijk over hoe griezelig het is om een aftakelend lichaam te bewonen. Hoe je eigenlijk met een levende geest wordt begraven in een stervend lijf. En dat vind ik het allermooiste van zijn fictiewerk. Die lofzang haast en die bewening van het lichamelijke van de mens, van het bezingen van de vleeselijke liefde, tot het feit dat de meeste personages, net zoals Brouwers zelf trouwens, even hard roken als Tata Steel.
En daar komt bij dat Brouwers ook in bijzonder mooie bewoordingen altijd inzoomt op wat de mens met zijn lichaam uitvreet wanneer de geest hem te veel wordt. Dat we onze gedachten dagelijks proberen te dempen met drank of seks of woedende interne monologen in het geval van Jeroen Brouwers. En deze aanhoudende vlucht van het zelf weet hij wat mij betreft als geen andere Nederlandse schrijver in kaart te brengen. En wat voor mij ook altijd, wanneer ik hem las, een enorme aanmoediging is geweest, is dat je gewoon moet doorgaan en vooral doorschrijven. Het is net als met Barry Stevens, met de Soundmix Show. We zijn allemaal oud genoeg om ons dat nog te herinneren, lieve mensen. Doorgaan, gewoon doorgaan. En in het geval van Brouwers, blijf zinnen schrijven, ploeter verder, bouw die betogen. Kijk of het lukt om dat ene gekke idee uit te werken. Daag jezelf uit om eens een keer een roman te schrijven die zich in het tijdsbestek van één dag afspeelt. Of er tegen beter weten in antwoorden opduiken wanneer je al essayerend die contouren van dat onzichtbare probeert te schetsen. Hij speelt met vertelvorm. Hij gaat maar door van klassiek verhaal tot stream of consciousness. Ook al hebben de instituties hem allang de kus des doods van een oeuvreprijs gegeven, Jeroen Brouwers gaat vrolijk door. Hij stopt niet wanneer anderen riepen dat hij het hoogtepunt van zijn kunnen had bereikt. Zoals na het door prijzen bedolven geheime kamers. Hij gaat van doorstart naar doorstart. En daarbij komt weliswaar een aantal kernthema's keer op keer aan bod. En zijn de hoofdpersonen keer op keer weer mannen die maar twee dingen van het leven verlangen. Namelijk 1, met rust gelaten worden en 2, een sigaret. Toch weet het telkens weer als nieuw over te komen. Alles is bij hem constant aan het transformeren. De moederfiguur, de ander, wat het met de mens doet wanneer hij is overgeleverd aan de genade van derden, of dat nou een geliefde, monniken, Japanners of verpleegkundigen zijn. Elk verhaal heeft een nieuwe gloed over zich. Brouwers dendert door. Hij blijft kritisch. Niet alleen op de tijdsgeest, maar ook op de taal. En ik heb het idee dat hij vanaf zijn debuut als schrijver met de dood op zijn hielen. En dat zie je ook lekker ervan af. En een docent aan een schrijfacademie zou zeggen, de noodzaak spat er vanaf. En zelfs al is Brouwers in interviews bijzonder pessimistisch, of nee, hij zou zeggen realistisch, of hij na zijn verscheiden nog zal worden herinnerd, ik denk dat dat wel zal gebeuren. Niet alleen omdat er veel jonge vaandeldragers ook zijn van voor veel jonge mensen zijn nou eenmaal Team Brouwers, want ze hebben een goede smaak. Maar ook omdat het altijd actueel lijkt. Hoe lang geleden zijn boeken ook verschenen zijn. En Lodewijk zelf zegt het op de volgende manier. Ik ga je citeren. Leuk, hè? Ja. Dixit Lodewijk, citaat open. Jeroen Brouwers is een onverzoenlijk kunstenaar. 60 jaar is hij al bezig met het vormgeven van een eigen visie die uniek is in de Nederlandse literatuur. Zijn ongekende toewijding en discipline resulteerde in een even grootse als grote reeks romans, verhalen, essays, polemieken en studies die alle evenzeer gekarakteriseerd worden door een onmiskenbaar viscerale, lyrische en muzikale stijl. Einde citaat. En dat is ook precies de reden waarom ik samen met jou een Brouwer feel ben. Jeroen Brouwers mikt niet op het hoogst haalbare. Jeroen Brouwers weet altijd op het onhaalbare te mikken en verlegt zo telkens de grenzen. Zelfs wanneer hij bijvoorbeeld een boek probeert te schrijven dat over niks moet gaan, dan nog gaat het, tot zijn grote teleurstelling overigens, alsnog ergens over. Zo merkte hij bijvoorbeeld teleurgesteld op dat hij eens heeft geprobeerd om over niks te schrijven toen hij met de Zondvloed aan de gang ging, maar er werden toch 800 pagina's en tja, zei Brouwers, die moeten dan wel ergens over gaan. En om dit af te sluiten, jongens. Hij is voor mij altijd een voorbeeld geweest. Niet alleen qua ideeën, proza, werkdrift en experimenteerlust, maar ook omdat hij zich weigert neer te leggen. En dan kan hij wel naar zo'n Libris zeggen, ja, het is nou gedaan. Ik geloof er dus helemaal niks van. Die man is rusteloos. Die zit nu alweer aan een nieuwe roman te werken. De ene na de ander ongefilterde caballero op te steken. Zolang Jeroen Brouwers leest, blijft Jeroen Brouwers schrijven. Zolang ik leef, blijf ik Jeroen Brouwers lezen.
Hij is voor mij de ultieme lot. En zoals de geweldige Vlaamse band De Mens in 1992 het al heel goed zag, Jeroen Brouwers schrijft een boek. Hij weet hoe dat moet. Hij doet dat goed. Hij deed voor mij voor hoe het moet, hoe het kan. En vooral dat je pas met mag stoppen met schrijven en lezen wanneer je dood bent. Dank u wel. Dankjewel, Ellen. Dan geef ik het woord aan Vincent, die ook, dat ga je zelf vertellen, iets uit zijn roman zal voorlezen. Goedemiddag. Inderdaad, ik ga zo meteen kort iets vertellen, een persoonlijke herinnering aan Jeroen Brouwers. En daarmee vertel ik misschien ook wat over hoe ik mij verhoud tot het oeuvre van Jeroen Brouwers. Maar er is mij inderdaad gevraagd om eerst kort iets voor te lezen uit mijn eigen boek, De Grijze. Een grensstad is een verdwijnpunt. Een grens, een verdwijnlijn. Mensen komen aan en steken over. De meesten verdwijnen, maar niemand wordt ooit gemist. Aan beide kanten van de grens zeggen ze, hij is aan de andere kant. Sommigen denken dat de grens een overgang is, van het ene naar het andere. Van arm naar rijk, van vroeger naar nu, of zelfs van het heden naar de toekomst. Maar de grens is een soort spiegel. Heel even is er een omslag en daarna beweeg je in precies de tegenovergestelde richting. Terug naar hetzelfde punt. Een grens is vaag en helder tegelijk. Vaag omdat hij niet echt bestaat en niet overal zichtbaar is. Helder omdat hij hard is en streng bewaakt. Je kunt hem niet zomaar oversteken. Een grens is in die zin als een droom. Onbegrijpelijk en vanzelfsprekend tegelijk. Mijn leven speelde zich af in een gebied van nog geen vierkante kilometer. Zelden kwam ik verder van huis dan een paar blokken. De straten rondom mijn gebouw vormden het hart van de vluchtelingenwereld, die nog altijd met de dag groeide. In mijn eigen straat woonden de meeste nieuwkomers en handelaars. In de grote straat die er parallel aan liep, vond overdag de meeste handel plaats. Zodra het donker werd, kwam men er om zich te ontspannen. Iets wat gek genoeg gepaard ging met een nog grotere koortsachtigheid dan die handel. Met het gaan liggen van de wind, vrijwel tegelijkertijd met het ondergaan van de zon, iedere avond weer, kwam de hitte tot stilstand tussen de hoogbouw. Het stof dat vanuit de woestijn de stad werd ingeblazen en dat alles wat er overdag gebeurde verstikte, maar ook leek te dempen, daalde neer in de straten en stegen. De felle straatverlichting, in die tijd niet meer dan wat aan houten staken bevestigde bouwlampen, versterkte die nachtelijke scherpte. In deze leegte zochten de tijdelijke bewoners van de stad manieren om de voorbije dag te vergeten of om de volgende anders te laten verlopen. Dit was nooit een stad geweest waar men lang bleef, dus veel gebeurde zonder consequenties en men paste daar zijn gedrag op aan. Men dronk er meer dan elders en 's nachts was het alsof de halve stad in de dranklokalen zat of over straat zwalkte, terwijl de andere helft, merendeels ouderen en kinderen, sliep. Veel vrouwen die zich in het donker vertoonden waren prostituee of van het type dat bij vreemde mannen zoekt wat die mannen vinden in drank en vechtpartijen. Toch was de stemming er niet zozeer gewelddadig of vijandig. Er school iets merkwaardig gemoedelijks in de manier waarop de mensen elkaar 's nachts opzochten, elkaar nodig leken te hebben. Dat wat er in de straten hing wanneer de zon was verdwenen, was iets onaanraakbaars en onnoemelijks. En daarmee voor mij datgene waarvan ik droomde er ooit over te kunnen schrijven, het ooit te kunnen vatten, in gedachten en op papier. Tot die tijd dompelde ik me erin onder. Ik struinde iedere nacht dezelfde gelegenheden af. Ik herkende er altijd wel wat gezichten, raakte ook regelmatig aan de praat met vreemden, maar het liefst was ik alleen. Dan zocht ik een plaats aan het raam of in een hoek die uitzicht bood op de andere dwalers. En op zo'n plek ontmoette ik uiteindelijk Havas, de man met wie alles veranderde. Breng mij een gezin, zei hij, en ik breng jou naar de overkant. Misschien vraagt u zich af wat dit fragment te maken heeft met het oeuvre van Jeroen Brouwers. Wat mijn boek daarmee te maken heeft en wat ik ermee te maken heb. Misschien weet Lodewijk die vragen beter te beantwoorden dan ik, maar voor zover ik zelf kan overzien, zijn er 3 mogelijke redenen dat ik hier vanmiddag voor u sta. Ten eerste is Jeroen Brouwers voor mij de absolute nummer 1 en De Zondvloed de mooiste Nederlandse roman ooit.
In het anderhalve interview dat ik heb gegeven sinds het verschijnen van mijn debuut, heb ik het daar wel eens over gehad. En misschien is het Lodewijk ter oren gekomen. Ten tweede is een van de twee motto's voor in mijn roman een citaat uit Jeroen Brouwers boek Koniek van een karakter. Maar de derde en veruit belangrijkste reden staat op bladzijde 232 van het boek dat we hier vanavond vieren. Ik citeer. Daarnaast heeft Brouwers opvallende voorkeuren wat betreft leestekens. Ik bedoel vooral zijn gewoonte om gedachtenstrepen en komma's te combineren. Een wat merkwaardig en zeldzaam gebruik dat ik binnen de moderne Nederlandse literatuur verder alleen ben tegengekomen bij Vestdijk, door Brouwers bewonderde Herman Terlink, Harry Mulisch en Vincent Merriënberg. Er is mij door de organisatie van deze avond gevraagd te komen vertellen over de overeenkomsten tussen het werk van Brouwers en dat van mij. Maar pogingen een interessant verhaal op papier te zetten over de komma en het gedachteteken, en dan in het bijzonder de combinatie van de komma en het gedachteteken, hebben helaas tot niets geleid. Dergelijke analyses laat ik dus graag aan de wetenschappers over. Ik heb iets persoonlijks te vertellen over Jeroen Brouwers. Wat niet wegneemt dat als Spui 25 ooit iets organiseert over het werk van Vestdijk of Mulisch, ik mijzelf van harte aanbevolen hou. Het motto van Brouwers dat voor in mijn boek staat luidt als volgt. Mogelijk is dat de zin van het leven. Sporen achterlaten. Nou geloof ik beslist niet dat het de zin van Jeroen Brouwers leven is sporen achter te laten in mijn leven. Maar toch is het dat waar ik over wil vertellen. Een spoor dat Jeroen Brouwers heeft achtergelaten in mijn leven. Een spoor dat ik iedere werkdag weer probeer te volgen. Voordat ik zo'n 5 jaar geleden begon met schrijven, werkte ik 1 jaar of 10 bij een uitgeverij. Heel toevallig is dat ook de uitgeverij waar mijn boek verscheen, uitgever Atlas Contact. Toevallig ook de uitgeverij waar het boek van Lodewijk verscheen en heel toevallig ook de uitgeverij van Jeroen Brouwers. Ik werkte daar als publiciteitsmedewerker en dat werk deed ik dus ook voor Jeroen Brouwers. Nou heeft Brouwers natuurlijk niet zoveel publiciteit nodig. En omdat hij minder mobiel is, ontvangt hij journalisten alleen bij hem thuis. En eigenlijk gaf hij trouwens het liefst helemaal geen interviews meer. Dit schijnt trouwens nog steeds het geval te zijn. Via hoorde ik laatst dat toen hij vernam dat hij genomineerd was voor de Libris Literatuurprijs, die Tonko Dop die prijs maar even bij hem thuis moest komen brengen als zijn boek zo nodig moest winnen. Al met al was ik als PR-medewerker nogal overbodig voor Jeroen Brouwers. Toch belden en mailden we regelmatig en bespraken de laatste roddels in het wereldje en de nieuwtjes rondom zijn werk. Ik bewaar goede herinneringen aan die gesprekken en het wende eigenlijk nooit dat ik gewoon gezellig zat te kletsen met de man die ik al zo lang zozeer bewonder. De verlammende doodsangst die ik voelde toen ik hem voor het eerst moest bellen om te zeggen dat ik zijn PR ging overnemen van degene die dat de afgelopen decennia had gedaan, raakte ik gelukkig meteen dat eerste telefoongesprek alweer kwijt. In mijn jaren bij de uitgeverij ontmoette ik geen hartelijker en geen eerlijker mens. Sporen achterlaten dus. Eén zo'n spoor dat Brouwers heeft achtergelaten in mijn leven is een uitgeprinte e-mail die al jaren op ooghoogte boven mijn schrijfbureau hangt. Hij schreef me die in reactie op mijn aankondiging te gaan stoppen bij de uitgeverij. Officiële directe reden daarvan was dat ik een lange reis ging maken met mijn vriendin. Maar ik vertelde op een paar vrienden niemand de echte reden. Ik wilde zelf gaan schrijven en na het reizen 1 jaar uittrekken om te kijken of ik dat kon. Vooral de schrijvers op de uitgeverij vertelde ik het niet. Ik denk dat ik ze te intimiderend vond en mezelf te potsierlijk dat ik dacht te kunnen wat zij kunnen. Ik vertelde het maar aan 1 iemand. Gek genoeg degene die wat betreft zijn kwaliteiten toch echt intimiderender zou moeten zijn dan alle anderen. Ik vertelde het aan Jeroen Brouwers. Ik zou graag de e-mail voorlezen die hij mij terugstuurde en die inmiddels alweer 5 jaar boven mijn bureau hangt. Beste Vincent, als mijn iPad pling doet en Vincent Merriënberg meldt zich, denk ik altijd pavlovsgewijs meteen, och Jezus Christus, hij kondigt me weer een zeikert aan die een interview wil of zo. Maar vandaag niet dus. Ik zal je missen en om 2 redenen ben ik jaloers op je. 1. Om die grote, mooie reizen die je gaat maken. Ik ben daar zelf door tal van omstandigheden en om eenzelfde hoeveelheid redenen nooit toegekomen en heb daar soms spijt van.
Nu ben ik te oud en afhankelijk en reis ik in mijn hoofd. 2. Om je optimisme en voorzichtige zelfzekerheid om daarna te gaan schrijven. Dat is een nog stringenter besluit dan op reis gaan. Ik geloof, na zo'n 50 jaar te hebben geschreven, niet dat ik er ooit optimistisch bij ben geweest. Zelfzeker al helemaal niet. En gelukkig ben ik er niet van geworden. Het is een rot beroep dat amper status meer heeft. Het is een saai, eenzaam beroep waarmee je bovendien geen rijkdom vergaart. Integendeel, het is scheren langs de armoei. Ik ben dus jaloers op de heldhaftigheid waarmee je eraan zult beginnen straks. Gij moet goed oefenen, mijn vriend. Deze raad van de oude Herman Terlinck, toen zo oud als ik nu ben, geef ik nu maar aan jou door. Ik werd door Terlinck's werk even geraakt en geïnspireerd als jij nu kennelijk bent door het mijne. Het is mijn eer. Je krijgt van mij, nu mijn leven er zo wat op zit, al mijn kracht, inspiratie, durf en ausdauer. Heb het goed op reis met je vrouw. En daarna moet je maar weer contact met me zoeken als ik er nog ben. Take care, Jeroen. Voor een beginnend schrijver als ik is niets inspirerender dan Brouwers mentaliteit zoals die naar voren komt in alles wat hij schrijft, zegt en e-mailt. Voor mij, iemand wiens karakter ook een behoorlijke dosis alles of niets denken kent, was niets enthousiasmerender dan Brouwers opsomming van redenen waarom iemand toch vooral niet moet gaan schrijven. Het is deze romantische doemdenker die ik bewonder. In zijn boeken, die ondanks hun zwaarte, of is het juist vanwege die zwaarte, zo troostrijk zijn. In zijn manier van spreken, waarin het cynisme zo ontzettend geestig is. En in zijn waarschuwingen, die mij er elke dag weer aan herinneren dat ik het juiste besluit heb genomen. Dank u. Hartelijk dank voor jullie mooie bijdrage. Ja, jullie mogen gaan zitten. Ik weet niet of er iemand aan de verzamelde e-mails van Jeroen Brouwers werkt, maar dat lijkt me een uitstekend idee. Dankjewel voor je bijdrage. Lodewijk, ik wil nog even terug naar jou, naar het begin en naar jouw mooie boek, waarmee ik je nog niet eens van harte gefeliciteerd heb, dus bij deze. Ja, er werd al wat over gezegd. Het is een monografie over het werk van Jeroen Brouwers. Het gaat over de interne ontwikkelingen en verschuivingen. En Desanne werd er bijna een beetje nostalgisch van, of tegen de klippen van de tijd op geschreven in jouw lezing. Dan ben ik benieuwd, Lodewijk, zie je dat zelf eigenlijk ook zo? Of het archaïs of iets? Ja. Nou, archaïs zou ik dan, dat is dan de negatieve woord misschien een beetje. Maar is dit, waarom heb je voor deze vorm gekozen? Misschien moet ik het zo zeggen. Ja. Nou, wat ik als antwoord zou zeggen is dat ik, ik ben eigenlijk gaan schrijven of was zelf praktisch met literatuur aan de slag gegaan door te gaan studeren. Ik schreef daarvoor ook wel een en ander, of ik probeerde gedichten of verhalen of wat dan ook te schrijven. Echt met weinig succes in mijn ogen. Toen ik soort kennis leerde maken met het instrumentarium van de letterkundige, en later wat van de literatuurcriticus, wat ik daarna eigenlijk meer ben gaan worden, toen kreeg ik eigenlijk de smaak te pakken of het vuur. Van dat ik dacht, oh ja, dit is de omgang met literatuur die voor mij natuurlijk voelt. Of een soort intellectuele reactie of reflectie die mij aanspoorde en mij aan het schrijven en aan het werken kreeg. En het is ook een vorm die ik zelf heel erg graag lees. Dus niet alleen ben ik iemand die gewoon graag over op die manier reageert op de literatuur die ik interessant vind, door te beschrijven, te analyseren, daarover na te denken. Maar ook als lezer trok me juist die meer analytische kijk altijd meer dan bijvoorbeeld de puur biografische kijk. Ik ben zelf niet echt een biografieënlezer of liefhebber daarvan. Stimulerender vond ik het altijd om te kijken van nou naar dat kunstwerk zelf. Dat proberen te beschrijven, dat proberen uiteen te zetten. En als lezer heb ik dat ook met andere kunstvormen. Dat de essayistiek, en ik beschouw dit echt als een essay over kunst, is een vorm die de kunst het meest doet leven. Dus als ik ben helemaal geen filmkenner en mijn muzieksmaak is vrij primitief, vind ik. Maar als je iemand leest, een T.J. Clark of een Basje Boer of wat dan ook, iemand die het groter kan maken, kan laten zien wat er fascinerend aan is, wat er allemaal in zit. Dat is voor mij als mens en als liefhebber het uiterste. En qua vorm ben ik dan ook echt geïnspireerd door iemand als mensen als Susan Sontag en Harold Bloom.
Mensen die ook meer dan eens parmantig of coquette zijn genoemd. Waardoor ik dat altijd ook als een toch een beetje een geuze naam heb. Hier. Omdat ik denk dat het dat verlangen om jouw visie uit te leggen, te zeggen waar het over gaat. En dat in zo ver te gaan om die visie uit te leggen, zowel een soort intellectuele triomf kan zijn als een teken van enorme bescheidenheid voor de kunst. Proberen dat te begrijpen en mensen bespreekbaar te maken. Dus kort gezegd, tegen de klippen op voelt het niet voor mij. Voor mij voelt het logisch. Een logische keuze om je op één oeuvre te richten. Er zijn natuurlijk nog verschillende manieren waarop je dat aan zou kunnen pakken. Verschillende materialen die je kan gebruiken om zo'n boek te schrijven. Interviews, je kan naar het Letterkundig Museum gaan, brieven inzien. Van alles. Maar in je inleiding leg je uit dat je een hele duidelijke keuze hebt gemaakt om bepaalde dingen wel te bestuderen en bepaalde niet. Kan je daar iets over zeggen? Ja, het is dus een boek dat echt puur echt vooral over het werk gaat. En in die inleiding gaat het echt vooral over de balans tussen dat leven en werk, wat altijd een beetje een glibberig iets is. Er zijn mensen die de auteur hebben doodverklaard natuurlijk. En een deel van ons zal gestudeerd hebben met het idee dat de auteur niet toedoet, dat je het hebt over het werk. Maar in een oeuvre als dit, wat, zoals ik net ook al zei, een soort doordezend is van het leven zelf, waar zoveel van het bestaan van de schrijver verwerkt zit, kun je ze niet apart trekken. Dus het is wel mijn verlangen geweest om echt over de literatuur te schrijven, maar de mens en vooral de psychologie en dat domein er niet uit te laten. Dat proberen in evenwicht ervan te brengen. Maar mijn overtuiging is het toch dat tot nu toe, en ik ben nog wel op zoek naar de biografie die mijn ongelijk bewijst hoor, maar met de schrijvers die mij het dierbaarste zijn, leer ik meer kennen uit hun beste werk. Hun manier van zien, hun manier van voelen, hun manier van denken komt in hun werk voor mij veel duidelijker tot uiting dan in de brieven of de verloren dagboeken of de verhalen van achterneefjes die je verder op kan diepen. Dus dat was inderdaad voor mij de keuze. En te kijken of dat zou werken ook. Ja, zeker. Natuurlijk heel veel autobiografisch werk ook van Brouwers. Dus dat die grens, zoals je aangeeft, is eigenlijk heel flexibel. Dan wil ik nog even, voordat we ook naar de andere sprekers gaan. Jij duidt in het einde, je zei trouwens in het begin, zei je, ik wilde een synthese maken. Ik hoop dat is gelukt. Nou, dat denk ik wel. Dat is je zeker gelukt. In de conclusie van je boek schrijf je dat voor jou het centrale thema van al Brouwers werk, dat je dat zou kunnen zien als gespleten vitalisme. Een verknoping van levensdrift en doodsdrift. Kun je dat toelichten? Ja, dat wil ik graag. Maar Ellen heeft er al zo fantastisch over verteld, denk ik. Dat het soort emotionele aura van het werk van Brouwers is niet per se optimistisch. Nee. Licht uitgedrukt. Er zit veel emotionele duisterheid in. Veel reflecties op betekenisloosheid, somberheid, vergankelijkheid, zinloosheid en dat soort dingen. Maar het paradox daarin is natuurlijk dat als je gelooft dat het allemaal echt niet de moeite waard is, als er niets te behalen valt in het bestaan, dan is het een curieuze beslissing om dan 60, 70 boeken of iets dergelijks te schrijven en daar keihard voor te werken. Dus je noemt ook die discipline. En Brouwers is dan ook een schrijver die, zoals hij zelf zegt, niet al typend schrijft, maar echt een maximale productie van, volgens mij, wat was het? 20 regels of iets? Is het absolute maximum? Een halve pagina of iets, denk ik. Iemand die zo zorgvuldig schrijft en werkt, dat het dus best een opgave is om een boek als de Zondvloed te schrijven. En daar spreekt voor mij dus een soort, juist een soort levensdrift uit. Uit dat enorme gedisciplineerde werken. Dat verlangen om toch uit wat je hebt iets nieuwers en iets groters te maken. En die soort dynamiek, dus zowel dat negatieve, om het zo te zeggen, wat toch samengaat met dat verlangen naar meer, verlangen naar contact, verlangen naar het hogere artistieke. Dat heb ik inderdaad in die conclusie zo geprobeerd te benoemen. Ja. En verder schrijf je daar ook dat Brouwers zelf verschillende malen drie kernthema's in zijn werk heeft aangeduid. Ja. In verschillende interviews, namelijk liefde, literatuur en de dood.
En ja, dat lijkt jij toch een beetje te optimistisch te vinden, want jij verandert dat en je stelt voor angst literatuur en de dood. Ja, waar blijft die levensdrift dan nog? Ja, die levensdrift plaats ik dus echt wel veel meer in het feit dat dat oeuvre bestaat. Of de vorm, de gedaante die dat oeuvre en werk heeft aangenomen. Minder in misschien de inhoud van het werk zelf. Ja, de achtergrond daarvan voor de literatuurhistorische trivia misschien is inderdaad die drieslag literatuur, liefde, literatuur en dood. Is volgens mij gemunt door Karel Jonkheren, Vlaamse dichter, die Brouwers om een publicatie vroeg, om een anekdote, waar uiteindelijk zonder trommels en trompetten het is ontstaan. Die zei, nou, die thema's van jou in 1970, nou, dat waren ongeveer liefde, literatuur en dood. Dat is jouw bestaan. En dat heeft hij zelf een beetje over. Ik denk dat hij dat mee is blijven dragen en ook zelf heeft uitgedragen. Maar toen ik zijn werk las, en vooral zijn romans, er zijn, ter nuancering, er zijn natuurlijk boeken over liefde. Zomervlucht in zekere zin, wel ongelukkige liefde. Bittere bloemen. Wel verliefdheid, maar ook uiteindelijk ongelukkige liefde. Het hout. Het hout. Ja, oh ja, ja, dat, ja. Daar zit wel geluk. Staat jouw microfoon aan? Test, 1, 2, 3. Mijn stem staat wel aan. Ik druk nog een keer in. Nee, volgens mij ben ik niet... Waar heb je... Heerlijk, hè? Even kijken. Waar zit jouw dingetje? Hier kijk, zit mijn... Ja, kijk. Nu horen we jij wel. Nee, in het hout zit natuurlijk ook zeker een liefdesgeschiedenis. Ja. Een vrouw openbaart door het geven van haar lichaam het zijn van de liefde aan hem. Maar inderdaad, het gaat vooral om ogenschijnlijk depressieve onderwerpen als de dood, angst en laten we wel wezen de literatuur. Maar ik heb soms het idee dat het leven tegen Brouwers zei, weet je, toen Brouwers uit de kampen kwam, in Nederland kwam, het ook geen feest was, zei, dit ben ik dan, hier moet je het maar mee doen. En ik zal ooit ophouden trouwens. En dat Brouwers toen tegen het leven zei, kom maar op. En hij ging doorwerken en hij ging zich half dood werken. En dat spat van die pagina's af. En we zullen ooit ophouden met ademen en mijn apparaatje gaat ooit kapot. Maar tot die tijd ploeteren we voorwaarts. Dat is, daar kan ik niks tegen inbrengen, dat is zeker waar. Nou ben ik benieuwd, wat is voor jullie eigenlijk het meest aantrekkelijke thema in het werk van Jeroen Brouwers? Want je hebt deze drie dingen, maar is er één aspect of één element in dat hele oeuvre wat jullie echt getriggerd heeft om het werk te gaan lezen of waar je het eerst mee kennis maakt? Ja, jullie moeten de microfoon delen, dus dat wordt even vechten, ja. Ja, wat mij betreft is dat die drift, maar zeker ook een bepaald soort woede. Het is, bedoel, bij die angst en bij die vergankelijkheid en de mislukking en dat... Dat is niet een soort een beetje getranscendeerde mildheid, berusting. Kijk, ach, zo gaan die dingen nou eenmaal. En dat... Er zit tegelijk een bepaalde mate van verzet in. Juist door het ook heel in zijn smerigheid en zijn krakende voegen te beschrijven. Dat doe je niet als je zeg maar een beetje boeddhistisch met je rug naar het leven staat en zegt, nou ja, hè? Mooi hè, die vergankelijkheid. Het is niet mooi. En die kwaadheid, maar daarom heb ik juist ook zo genoten van die feuilletons en dat, oh, hè, het is niet eventjes een klein stukje met iemand de vloer aanvegen. Maar dat doorgaan, een beetje wat je ook ziet bij sommige kinderen. En als opvoeder is het heel lastig. Maar nu, mijn taak als opvoeder zit erop. Ik kan enorm stiekem genieten van kinderen die niet ophouden met driftig zijn. En de wanhoop van die ouders. Hè, ik weet hoe het voelt, het is afschuwelijk. Maar je ziet daar gewoon een soort levenswil die zich niet laat corrigeren. En dat kind weet op een gegeven moment niet eens meer waarom. Maar, en die, dat kind, dat zie ik in Brouwers terug. Zeker ook in het laatste boek, waarin een oude man aan het woord is, maar met dat onverzettelijke en dat fabuleren en dat godverdomme, nou en, ik heb mijn hoofd en dat blijft van mij. Dat gevoel, ja, die woede, misschien omdat ik mezelf juist heb geleerd om altijd dat weer glad te strijken en dat is zo ontzettend, bijna sexy, ja.
Hoe is dat voor jou, Vincent? Herken je dat ook, die woede? Of heb jij iets anders wat je aantrekt? In nee, ik kan me hier heel erg bij aansluiten. Ik denk dat ik ook een term moet gebruiken die jij net ook gebruikte in je mooie verhaal. Alles staat op het spel. Dat vind ik heel erg knap. Het maakt eigenlijk niet uit wat er gebeurt in een boek. En het kan iets kleins zijn, een laatste sigaret of inderdaad een jeukende pij. Er zit zo'n drive in en echt letterlijk alles staat op het spel. En dat vind ik heel erg, ik zie dat heel erg terug in die onderwerpen. Maar het is ook technisch vind ik dat heel erg knap dat al zijn boeken. Dus inderdaad een jeukende pij, maar ik ken ook, ik herinner me ook een ander, ik weet niet meer welk boek het is, maar een nat overhemd op een borrel. En dat natte overhemd, dat kleeft aan de rug. Ja, en het lijkt heel klein, maar het is zo precies wat je voelt bij dit soort gelegenheden. Die wanhoop die daarin zit. En het is iets heel lulligs, maar... En iets anders wat ik heel sterk bij hem voel is een soort tegenstrijdigheid. En sowieso tegenstrijdigheden vind ik heel knap als je daar goed over kunt schrijven. Het heeft allemaal iets heel zwaars en het is allemaal heel depressief haast. Maar tegelijkertijd hoor je alleen maar een kind of iemand die wil omarmd worden. En er zit zoveel liefde in zijn boeken. En het lijkt allemaal hatelijk, maar het gaat wel heel erg over liefde in mijn beleving. En dat vind ik heel knap, dat je dat allebei in je boeken kan stoppen. Dat woedende, dat spreken jullie allebei aan. Jij hebt het ook over de polemieken. En daar was ik ook nog wel heel even benieuwd naar. Want jij hebt het vooral over de romans. Is dat ook iets wat de anderen aanspreekt? Dat je denkt, nou, dat zou toch wel fijn zijn. Weer een beetje zo'n gas erin in het literaire debat. Of denken jullie, nou, we hebben nu Twitter. Dat is eigenlijk ook wel voldoende. Twitter is een, wat ben je aan het doen, Lodewijk? Ja, zo'n vliegje. Okay. Heel toepasselijk, toch? De bromvliegen. En ja, precies. En de bloedzuigers, nu we het over het literaire veld hebben. Dat is natuurlijk ook een zeker interessante vergelijking. Nou, weet je, kijk, Twitter is natuurlijk noodloos kwetsend. Maar sommige pennenstrijden die Brouwers heeft gevoerd, waren dat ook. Dat was soms echt heel lomp en op de man. En ik ben nog steeds een beetje geschrokken wat hij over Joost Zwageman heeft geschreven in de zesde editie van De Laatste Deur. Dus ik weet soms niet of het nuttig is. Het kan wel een fantastisch gietkanaal zijn voor de al aanwezige woede, waar wij als ieder mens misschien een beetje mee worstelen. Maar echt interessante pennenstrijden anno 2021. Maar dat was een beetje een vraag of we dat weer kunnen hebben of we dat weer moeten hebben nu. Het is allemaal zo ontzettend op de man. Ik zou het gewoon leuk vinden als het weer eens op de inhoud ging. Op de inhoud? Nou, laten we daar dan nog even over verder praten, over de inhoud. Even kijken. Iets waar ik het met jullie over wilde hebben is, we hebben het heel veel over de stijl van Jeroen Brouwers gehad. En Lodewijk schrijft in zijn boek daar ook veel over. Ook hoe dus de romans in het oeuvre met elkaar samenhangt. De romansen met elkaar samenhangen. En ik was eigenlijk benieuwd hoe jullie kijken hoe die boeken van Brouwers zich nou verhouden tot de buitenwereld. Alles eromheen. Misschien zelfs wel de politiek. En dus ook het engagement van Brouwers. Nu heeft hij er zelf een definitie van. En die ga ik dan toch even voorlezen, want die citeer jij ook in je boek, Lodewijk. Hij zegt, ik, mijn heren, predik uitsluitend uiteindelijk schoonheid. Dit is mijn engagement. Dit is het engagement waarnaar ik mijn leven heb ingericht. Ik roep u toe, dit is een politiek engagement. Dit engagement heeft mijn leven behoorlijk verpest. Ja, Lodewijk. Ja. Zoals ik zei, je besteedt dus heel veel aandacht aan de interne samenhang van het oeuvre van Brouwers en ook aan de autofictionele aspecten ervan. En een voorbeeld daarvan is ook van, je leest Bezonken Rood bijvoorbeeld echt als een zelfonderzoek. Je schrijft, de schrijver probeert al herinnerend te achterhalen hoe hij was en hoe hij werd wie hij nu is. En dan merk je wel op dat natuurlijk die roman ook een reactie is op de herinneringscultuur, waarin de ervaringen van de Japanse interneringskampen nauwelijks besproken werden. Maar dan ben ik wel benieuwd wat jullie visie is op wat nou de impact van zo bijvoorbeeld dat boek is geweest, maar ook ander werk van Jeroen Brouwers op de manier hoe we bijvoorbeeld naar die
Japanse kampen kijken. En we kunnen het straks misschien ook hebben over andere romans. Maar laten we dan daar eens mee beginnen. Misschien dat Ellen daar ook iets over wil. Nou ja, of die, kijk, daar is natuurlijk een enorme ruzie ontstaan met Rudy Kaushoek, hè, naar aanleiding van Bezonken Rood uit 1981. Die zei dat Brouwers alles overdreef, dat de valse weergave van de feiten was. En toen kreeg tomatenketchup Tijeng van Jeroen Brouwers noemde hij dat inderdaad. Yep. En toen kreeg je dus in Nederland wat pijnlijk was. Kijk, mijn familie heeft in die kampen gezeten. En die hebben niet zulke heftige verhalen als Brouwers. Nou, ook wel heftig. Maar wel veel heftiger getuigenissen dan wat Kaushoek in het Oost-Indisch kampsyndroom allemaal betoogd meegenomen. En het was de zoveelste keer dat die hele kamptijd daar werd gebagitaliseerd. Dus ja, het heeft wel wat gedaan in de discussies daarover. Aan de andere kant vind ik Brouwers niet alleen qua schoonheid, maar ook qua onderwerp een uiterst geëngageerd schrijver. Neem bijvoorbeeld zijn laatste roman, die eigenlijk een soort middelvinger is naar de hele zorgindustrie. Ja. En de noodzakelijkheid om daar reformaties in te voeren al maar weer onderstreept. En bijvoorbeeld Het Hout over zijn tijd op een jongenskostschool. Dat verscheen in, even kijken, 2015. Ja, dat was in de tijd dat een paar jaar eerder, 2010, was er natuurlijk een rapport verschenen over misbruik in de katholieke kerk. Lodewijk, hoe zie jij dat? Is dat echt een bijdrage aan het debat daarover? Of is dat dan meer een interne verwerking van zijn persoonlijke verleden? Ik denk wel dat het een bijdrage aan het debat is, als beginantwoord. Maar als toelichting, denk ik, vooral als je naar de historische discussies kijkt. Hè. Het eerste citaat is uit Het Verzonkene uit 1979. En ik zeg het er maar bij voor de context. Dat is een reactie op een stuk van Anthony Mertens. Een toendertijd marxistisch literatuurcriticus. Later minder marxistisch criticus bij De Groene. Overigens voortreffelijke stukken ook op latere leeftijd nog geschreven. Die schreef over de generatie Brouwers, Het Hart, Theo Kars, nog wat andere tijdgenoten die verder niet zo heel veel met elkaar te maken hadden, vond ik. En zijn probleem was, dit is allemaal te particulier. Al deze mensen schrijven over hun gevoelens. Vrij badinerend is Mertens, vind ik. Die zegt, ja, goh, elke depressie, elke scheiding van deze mensen is weer een romannetje. Maar verder, over de grote kwesties, over de wereldpolitiek, zeggen ze niet zoveel. En ik denk dat Brouwers zich dus daarmee een soort, ze verzet tegen gereduceerd worden tot particulier puur zang. En een soort ruimte vrijmaakt voor het idee dat jouw ervaring als individu deel uitmaakt van iets groters. En ik heb een moeilijke verhouding tot die discussie, in de discussie Kaushoek ook om die reden, dat ik misschien qua literatuuropvatting iets meer kind van mijn tijd ben, dat ik niet vind dat een persoonlijke getuigenis, en dus je verschrijft wat je hebt meegemaakt, wat vervlocht is met politiek en de maatschappij, dat dat niet politiek genoeg is. Dat je als het ware de grote, dat het alleen telt als je een grote overkoepelende roman schrijft waarin je zegt, nou, dit vind ik, dit zijn de thema's, Marja Brouwers of Welbeck of iets dergelijks. Dat kan natuurlijk, maar ook al jouw ervaring boekstaven en dat openbaar maken, dat beschikbaar maken voor anderen, in het debat voeren. Net zoals dat, nou ja, of een Anja Meulebelt of een Chris Kraus of andere kwesties. Hè. Maar dat, die beweging zelf vind ik al engagement voldoende. Ja. En ik denk zeker dat het effect dat Bezonken Rood heeft gehad, hoe voorzichtigheid ook inkadert, vast bedoeld is om iets los te maken. Hij schrijft erin, ik ben geen historicus, dit is geen historisch document. Ik was 4 of 5 in de Japanse interneringskampen. Dit is geen, weet je, pas op, het is literatuur. Maar toch heeft dat die discussie en die herinnering daaraan opengeschopt. En daarin zie ik inderdaad zeker een engagement. Wij moeten ons gesprek alweer bijna gaan afronden. We gaan straks naar de vragen uit de zaal. Maar ik wilde nog iets zeggen naar aanleiding van ook jullie beide bijdragers. Dat de jonge generatie schrijvers, laat ik het zo zeggen, waar je hoopt dat ze misschien Brouwers lezen of het Brouwers verwerken. En nou weet ik niet of je daar heel optimistisch over bent. In ieder geval heeft Lodewijk dat wel gedaan. Maar ik hoorde in jouw bijdrage, Ellen, ook voorbij komen jonge vaandeldragers van Brouwers. En ja, ik ben zeker benieuwd wie dat volgens jou zijn en wat je denkt dat de invloed is van de
van brouwers op nu. En dat wil ik ook aan de anderen straks. Oké, nou Vincent Meerberg, dat is evident. Nina Weijers, die heeft ook altijd benadrukt dat brouwers haar echt ook een lezer heeft gemaakt. Omdat hij natuurlijk zulke zorgvuldig geconstrueerde romans heeft, dat je daar ook meteen op aanslaat. Dat je weet, hier is niet lukraak iets neergepend. Hier is met een toewijding iets aan het papier toevertrouwd. En die toewijding is een diepe buiging naar de lezer toe. Verder Joost de Vries natuurlijk, maar ja, dat is ook gewoon een beetje mijn mattie en een brouwersfan. Ik weet niet of het wederzijds is, maar goed, dat maakt er niet uit. Onze aller Marieke Lucas Reineveld, die afgelopen voorjaar nog in een interview met ik naar, ik meen was dat de vol. Ik kijk jouw verhaal, Lodewijk. Het NRC, ja, fantastische krant trouwens. Het NRC Handelsblad, echt heel goed. Zei dat Brouwers een geweldige schrijver is en ook vooral de Libris Literatuurprijs moet winnen. Dus ik denk dat die mensen er wel zijn. En weet je, hij heeft ook iets wat heel veel oudere andere schrijvers niet hebben. Hij is altijd geïnteresseerd gebleven in de jeugd. Die man die is ook een beetje verzameldriftig en heeft bergen met knipselmappen waar hij van elke jonge debutant tot en met de oude rot in het vak uitspraken bijhoudt, artikelen bijhoudt. En die belangstelling merk je ook eens een mail die hij aan Vincent heeft geschreven. Dat is een betrokkenheid. Dat is niet uit een soort arrogantie, maar uit een soort van, ja, jullie zijn leedgenoten als schrijver. En zo heeft zich ook altijd toegankelijk opgesteld naar jongere schrijvers. Waardoor je ook een welwillendheid van de jongere generatie hebt om het belang van zijn schrijverschap en het belang van zijn denken over literatuur. Want ik vind hem niet alleen een groot prozaïst, ik vind hem ook een geweldige essayist. En dat moet door worden gegeven. En ja, ik weet niet hoe lang ik leef, maar ik zal dat blijven voortdragen, ja. Hoe zie jij dat, Vincent? Zie jij jezelf als een jonge vaandeldrager? Jij ook. Ja. Nou, als ik het citaat hoor over engagement en de schoonheid, dat vind ik heel interessant. Ik denk dat Jeroen Brouwers geen geëngageerde schrijver is in de klassieke zin van die term. Dat vind ik een goede zaak. Ik vind het, dat zie je bij de schrijvers die je Ellen net ook noemt. Ik denk dat dat langzaam weer komt. Dat het mooi moet zijn en sterk moet zijn en niet geëngageerd. En om daar even op terug te komen, dat boeken uiteindelijk deel gaan uitmaken van een breder gesprek. Daar ontkomt ook Jeroen Brouwers niet aan. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om na te denken of dat zijn bedoeling is. En ik denk dat dat niet zo is. En ik denk dat hij dat heel netjes en vriendelijk zegt door te zeggen, mijn engagement ligt bij de schoonheid. En dat is wel een beweging die ik meen te zien bij jonge schrijvers van het moment. Dat alles wat geëngageerd is en wat leidt tot optredens bij talkshows, dat weer iets minder belangrijk wordt. Dat schoonheid iets belangrijker wordt. Deel je die analyse, Lisanne? Ja, helemaal. En ik denk ook eigenlijk dat nooit is weg geweest. Alleen dat er gewoon een markt is ontstaan bij uitgevers, waarin iedereen elkaar in dat opzicht een beetje in de tang houdt. En schrijvers wat mij betreft nog het minste. Maar waarbij je gewoon krijgt dat ook een uitgever bij wijze van spreken, tenminste die indruk krijg ik soms, datgene wat stilistisch fantastisch in elkaar zit, origineel is, mooi is, maar ja, inderdaad niet terug te brengen. Dat vind ik het knappe van Brouwers. Cliënt E. Busken is niet terug te brengen tot de problematiek in de ouderenzorg. En ik denk dat schrijvers voor Brouwers, tijdens Brouwers en nieuwe generaties, iedereen snapt dat je het niet om die reden schrijft. Alleen er is wel een soort wereld ontstaan waarin dat lijkt te tellen. En dat heeft volgens mij eerder te maken met een enorme minachting voor de lezer. Zo van, alsof die bepaalde dingen niet zou aankunnen. Of alsof die toch liever iemand aan tafel heeft die bij elke zin kan zeggen, ja, maar ik heb het zelf meegemaakt. Nee, ik heb daar alle vertrouwen in. Hopelijk doet alleen de wereld een beetje meer mee. Dus het zou eigenlijk, zou je zeggen van, het zijn niet schrijvers die zich per se met die wereld moeten engageren. Of niet als eerste doen, maar inderdaad met schoonheid. Maar wat zou het leuk zijn als de wereld zich opnieuw met schoonheid en literatuur zou engageren. Hè? Dat is de juiste volgorde. Dankjewel.
Ja, ik wil het gesprek openen naar het publiek. Ik had ook nog vragen over het vrouwbeeld bij Jeroen Brouwers. Nou, daar valt heel veel over te zeggen, maar dat bewaren we dan voor een andere keer. Zijn er mensen die in de zaal die iets willen vragen? Ik heb voor u even een huishoudelijke mededeling. Geen microfoon, maar wij kunnen u verstaan. En ik herhaal het dan even voor de mensen die op Zoom zitten in de microfoon. Dus een vraag. En hier is tijd voor ingecalculeerd, dus wees voel u vrij. U moet wat zeggen nu. Jeroen Brouwers kijkt er ook. Ja, dat weten we natuurlijk niet, maar dat zou kunnen. Ja. Vragen over Lodewijks boek, over de bijdrage die u heeft gehoord, of misschien gewoon iets wat u altijd al had willen weten over Jeroen Brouwers, dan durf ik wel op in te zetten dat iemand dat weet. Ik zie daar een vraag, ja. Ik herhaal het even. De vraag is, de boek is vooral aangekondigd als een zoektocht naar de samenhang en de rode draad in het oeuvre van Jeroen Brouwers. Maar zijn niet juist ook de keerpunten heel belangrijk in zijn werk? Dat is natuurlijk een vraag waar ik erg blij mee ben, dank u wel. Omdat ik het zie alsof een analyse van zo'n oeuvre gaat voor mij natuurlijk om het zoeken naar samenhang. Kijken wat dat bindt. Maar ook om de ontwikkeling. Dus dat zijn denk ik de woorden die ik... denk ik daar in de inleiding vooral gebruik. En ontwikkeling is natuurlijk een reeks ook keer en breek en draaipunten en dat soort zaken. En op dat gebied, de samenhang, die heb ik heel erg op het thematische gezocht, denk ik. Op wat er beschreven wordt en op het gebied van stijl, denk ik, wanneer dat te zien was. En die ontwikkeling en breuken zitten inderdaad eerder op de verschillende, bijvoorbeeld het gebruik van verschillende vormen. Dus ik betoog in ieder geval dat je in een periode van voor de jaren 70, voor 1975, de eerste 15 jaar van zijn schrijverschap, er heel veel juist geëxperimenteerd en geprobeerd wordt. Hij begint als een objectiverend, realistisch schrijver. Een beetje gebruikt autobiografische gegevens, maar is wel echt fictie aan het schrijven. En vanaf Goedjes uit Brussel, uit 69 is het geloof ik, begint er opeens een autobiografische stroom te komen, dan nog als ego-document. En later mengt dat neer met die fictie. En je ziet dus een keerpunt in de jaren 70 dat leven van hem die literatuur inkomt. En dat in die vanaf 77 ook doorzet. Wat alleen weer opgevolgd wordt door opnieuw een breekpunt eind jaren 80. Dat na de Zondvloed, als het ware die hele reeks van zijn vijf of zes autobiografische romans geweest is, dat er gezocht wordt naar nieuwe vormen. En dan zie je juist een experiment met klassiekere romanvormen. Dan gaan we van de ik-vertellers, die op Brouwers lijken, opeens naar personages, naar muzikanten, naar een leraar monnik, of leraar geestelijke in dit geval, of naar een cliënt Ibuscum bijvoorbeeld. Dus inderdaad, ik heb wel geprobeerd te letten op juist hoe het komt dat het oeuvre in mijn ogen veelzijdig is. Want als je het eerste boek en het laatste boek en het boek op jaar 40 als het ware neemt, dan zijn dat drie heel verschillende stijlen en vormen. Dus ik heb het inderdaad, ik hoop dat uw vraag beantwoordt, dat ik beide in oogenschouw heb proberen te nemen bij de analyse. Dank u. Ja, ik zie u knikken. Ik ben tevreden gesteld. Goed. Nog andere vragen? Ja, hier vooraan. Ja, ik zal maar even met de billen bloot gaan. Ik nauwelijks iets van Brouwers gelezen. Eén keer in het hout begonnen, overwegen gestaakt en het in een baldadige bui aan een open haard toevertrouwd. Het was toch hout, hè? Ja, het was toch hout. Dat vond ik passend. Maar goed, ik ben wel erg geïnteresseerd nu naar al deze vlammende betogen. Dus wat is nou voor iemand die hier helemaal, die nauwelijks iets van Brouwers heeft gelezen, wat is een goed ingangspunt. Ik herhaal hem nog heel even voor de zoomers. De vraag is, wat is een goed ingangspunt in het oeuvre van Brouwers als je nog niet zoveel van Brouwers hebt gelezen? Zullen we maar gewoon het kindje afgaan?
Gauw maar, ik raak een beetje gekokblokt omdat je niet door het hout heen kwam, terwijl ik normaal dat zou aanraden als lekker het instapboek. Zou ik zeggen wat voor mij het grote instapboek was? Dat was De Laatste Deur. Dat is een prachtige bundel over zelfdoding en literatuur. Wat daarover gaat, ja, dat klinkt niet zo vrolijk. Ja. Ja, maar waarom zou je dat niet van? Ja. Nee, niet met gratis touw. Maar waar? Ja. Nee, omdat ik dat uitzonderlijk goed geschreven vond. En ook omdat het je zo enthousiasmeert. Niet om zelfmoord te plegen. Maar om door te lezen. En om ook in te zien dat literatuur je misschien niet het antwoord geeft dat je wil. Maar wel antwoord geeft op vragen waarvan je niet wist dat je ze had. Want dat komt heel sterk uit de essays binnen De Laatste Deur binnen. Dus dat zou mijn gouden tip zijn. Je moet er wel wat bij te drinken hebben natuurlijk. Voor jou, Lodewijk. Voor mij was het dus Verzonken het bezonken rood. Die hebben het voordeel, dat zijn die slanke, autobiografische, intense romans. Dat was het voor mij. Ik raad mensen meestal Geheime Kamers aan. Dat is de meest lichtvoetige, meest verhalende roman. Daarover is inderdaad een mooie lezing van Nina Weijers te vinden, die uitlegt wat dat boek zo fascinerend maakt. En een persoonlijke favoriet voor de hardliners is toch Zonsopgangen boven zee. Wat eigenlijk het meest gekunstelde, het meest kunstige, talig heftige boek is. Ook een fantastische roman. Met het gevaar dat we straks heel veel ingangen hebben en er keuzestress ontstaat, vraag ik toch ook aan jullie. Wat is jullie My First Browers voor jullie? De mijne was Zomervlucht. Goed instapboek, denk ik. Maar echt specifiek op deze vraag zou ik voor Datumloze Dagen gaan. Is niet te dik. Een goede instapper, denk ik, als je eerder bent gestrand. Om wat voor reden dan ook, waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben. Maar misschien komt er nog. Nou, ik zou eigenlijk gewoon zeggen, ga het boek van Lodewijk lezen. En dan ontdek je zelf wel, door de citaten, door wat Lodewijk erbij haalt. Dan, ja, tenminste, ik had het idee, want ik heb heel veel titels ook nog steeds niet gelezen. Maar wel dat alleen al door hoe jij het brengt, dat je denkt, ja, nou moet ik deze toch ook. En je voelt die lacunes echt als een soort wonde. Dat is een goed teken. Dus ik denk, koop zo meteen het boek, laat het signeren en ga dat gewoon in één ruk uitlezen. En dan kom je vanzelf wel tegen het boek wat jou uitnodigt en de deur voor jou openzet. En dat is dan de eerste deur. Ja, mooi. Ik denk ook dat we daarbij heel dichtbij, om dan toch maar de auteursintentie erbij te halen, bij de intentie van Lodewijk zijn gekomen om mensen kennis te laten maken met het oeuvre van Jeroen Brouwers. Nog heel even voordat we de borrel ingaan. Jeroen Brouwers staat ook bekend natuurlijk om zijn vele taalvondsten en nieuwvormingen. Hebben jullie een favoriete? Nou ja, ik vind zijn woord taalinflatie altijd leuk. Wanneer je dat aanhaalt, dan weet je dat ook een geweldige rent komt. Dus het is het voorspel op een hoogtepunt. Misschien is deze apocrief, maar ik dacht dat in zijn artikel over Aad Meinderts en het herdopen van het letterkundig naar het literatuurmuseum, dat hij het literatuur mausoleum noemt. En de wens uit daar nooit in terecht te komen. Ja, literatuur mausoleum heb ik wel moeten lachen. Maar dat is het eerste wat er binnen schiet, sorry. Schieten jullie iets te binnen? Of dit is, ja? Nou ja, in datzelfde stuk, daar wordt Ronald Plasterk de hele tijd upgebeamd. En ook de manier waarop hij dat schrijft. Het is op zich gewoon, beamen is een bestaand woord. Maar ook als ik wel eens nog plaatjes of zo van Plasterk zie, dan ja, dat upbeamen, dat op een of andere manier geeft dat de schijn van deze tijd ook zo goed aan. Dat vind ik echt een heel mooi begrip. Ja, ik ben gek op het werk van Oek de Jong. Maar in een roast van Oek de Jong het hebben over Oek de Jong vind ik heel erg grappig. Vooral ook als je Oek wel eens hebt gezien. Grote man. Geen neologisme, maar een beetje in dezelfde reeks. Wederom een roast van Dirk Ajot Kooijman. En het dan voor elkaar krijgen om in werkelijk iedere zin twee keer de naam Dirk Ajot Kooijman te zeggen, vind ik ook een hele goede vondst. Heel fijn.
Mooi, nou, zo, er zijn dus ook talloze andere kleine ingangetjes in het werk die, ja, die je kunnen aanspreken. Hiermee zijn we eigenlijk einde gekomen aan het podiumgedeelte van dit programma. We kunnen nog verder gaan met de borrel en met de boekenstand. Ik zie Jetske al achter de paal signalen. Want het boek van Lodewijk is natuurlijk ook te koop hier. Als ook een aantal boeken van Jeroen Brouwers en van jullie ook. Van Ellen weet ik eerlijk gezegd niet zeker. Dat zal met de uitgeverij te maken hebben. Maar die kun je natuurlijk bij... Oh, wat pijnlijk, want ik ben weggegaan bij Atlas. En bij een kwaliteitsboekhandel krijgen. Auw, ja. Yeah. En dan wil ik nog even namens Spui 25 straks, voordat jullie weggaan, verzoeken om dat in rijen te doen. Stel ik voor van voor naar achter, dus weggaan, naar de borrel gaan of richting de uitgang begeven, dat is aan u. Maar dat is toch nog even vanwege corona om alles in goede banen te leiden. Dan rest mij nu niks dan iedereen heel hartelijk te bedanken voor hun bijdrage aan dit programma. Dankjewel Lodewijk, Ellen, Desanne en Vincent. En natuurlijk Spui 25, in het bijzonder Jetske, voor het organiseren van deze middag. Dank jullie wel. Dankjewel.